Gaan studenten hem ontmoeten in Nijmegen? Dat hoop ik niet. Tenminste, als het overdag is, vind ik het prima. Niet het uitgaansleven. Nee, nou, als we kampioen zijn, dan vind ik dat prima. Maar dan ben ik er ook bij. We dachten, hey, dit is een jongen van 19 jaar. Een studentenleeftijd. Dan kan het niet anders dat we het hart van Nijmegen opzoeken en in de Radboud Universiteit Mike Tresor Dajishime, kijk, in één keer, gaan presenteren. Mag hierheen komen? Ja, dit is een heel groot Belgisch talent. Dat is echt uniek ook dat wij als NEC hem hebben kunnen halen. Deze jongen kon naar Liverpool, kon naar Monaco. Dat is internationale top. Maar hij kiest voor het ontwikkelpad eigenlijk bij NEC. Bij ons ben je echt onderdeel van de club en van het team. En hoor je bij het eerste elftal. En daarom kiest deze jongen voor ons. Ik vind het onverantwoord om studenten voor 8:30 in bed uit te sleuren. Ik ga het shirt uitreiken. Wat voor shirt? Ja, aan de speler. Gewoon een spelen shirt. Sophie, kom eens even hier staan. Ja, je bent helemaal zenuwachtig, meisje. Oh. Ik ken NEC niet echt, persoonlijk niet echt heel erg goed of zo. Maar het zijn wel echt mensen uit mijn team die wel NEC-fans zijn. Ben je de speler? Nou, ook niet. En de handshake erbij, hè? Ja. De handshake ook bij. Ja, en in de camera kijken. Ik ben ook nog steeds een student en ben ook nog zeer heel jong en zeker een sportief plan dat mij interesseert en ik vind het wel heel spannend om eraan te beginnen. Wel vet, hè? Ja. Goed. Was het goed? Het is wel mijn maand. Echt? Oh. L. Heb jij die gekregen? Ja. Ga je al heel even voor dat bord. Ja. Nou, ben je ook student en heb je interesse om te voetballen? Word lid van FC Kunde en kom een keertje meetrainen.